even bij dezelfde kant blijven. Ik ben al mijn spullen kwijt. Hoe kan dat? Weet ik veel. We hebben hier een hondenhok. En waar zijn mijn... Oh ja, een creeper. Ah. Een hondenhokkie en een kippenhok. Rijn de kippen al terug? Ja, gelukkig. Dan... Ja, die heb ik net weer gedaan, eentje. En hoe gaat het met een koe? We hebben één koe pas, hè? We hebben één koe, maar we hebben al een begin van een boerderij. Ja, ik ga even naar de mei. Ja, ik ga even nieuwe spullen maken, want ik ben het allemaal kwijt. Oh, wat had je dan allemaal? Eigenlijk heel veel, maar ik weet niet waarom alles weg is. Nou, ik heb echt een diepe mijn, toch? Of ja, zeker, die mijn is heel diep. Zo. Als je naar boven gaat, moet je alleen maar swimmen. Ja, voor nieuw hout hakken en dan nieuwe spullen maken. En wat gingen we ook weer maken? Weet ik niet. Tenminste, ik ga in ieder geval wat eten maken. Want we gaan eten, even... dat ging jij doen, hè? Ja. Pap. Ja? Ben jij hout aan het hakken? Ik ben nu hout aan het hakken. Nee. Ik moet allemaal nieuwe dingetjes maken. Alles nieuw. Goed zo dat je met een ex aan het hakken bent, hoor. Toch wel. Ik heb een beetje hout van je mogelijk gepikt. Pap, er ligt hout helemaal hier beneden. Ja, maakt niet uit. Hier, het hout is voor jou. Ik heb nog een beetje. Het hout ligt hier zo. Daar ga je nog makkelijk uit, hoor. Het hout ligt hier. Daar mag jij, hoor. Pap. Hout? Huh? Waar ligt het dan? Hier zo, bij mij. In de... Ik kan er nooit meer uit. Nou, pap, ik wil even kijken in ons huis of er niks gebeurd is. Ja? Ja, is goed. Wil je straks nog meer tuintjes maken? Ja, maar is ingebroken, pap. Kom. Is er ingebroken? Ja. Ach, is de ingebroken. En ik denk dat jouw spullen gepikt zijn nu. Ik denk het, zal dat het geweest zijn? Ja. Al mijn spullen waren weg. Zal het echt ingebroken zijn? Ja. Oh jee. Ah, gelukkig heb ik. Heb jij nog een beetje hout? Ik heb wel hout, kunnen het wel dichtmaken, maar we moeten even op onderzoek uitgaan aan de achterkant. Kan je even een rondje lopen langs de hokken of ze toevallig niet de hokken hebben kapot gemaakt? Nee, volgens mij niet. En er zitten ook allemaal gaten hier in de grond, wat niet een creeper kan doen. Maar gaten? Ja, zie je? Oh jee. Dit, een creeper kan veel grotere gaten doen, ja, net als deze. Doet de creeper niet. Nee. Maar nu hebben we... Daarom zijn mijn spullen weg. Hoe kan dat? Ja. Weet ik veel. Mijn spullen zijn niet weg, zoals mijn eieren. Die is niet weg. Oh jee. Ik had er 12, maar er zijn 2 gestolen. Ik ga in ieder geval wel hout maken, maak ik dit wel dicht. Wacht, sla mij eens. Nee joh, waarom moet ik je slaan? Ja, maar ik heb een... Maar ik kijk of het damage doet. Sla mij eens. Oké, okay, ik doe het wel. Zo. Niet doen. Ik maak dit wel dicht. Maar wel spannend. Ja. Oh, nou, ik ga niet van onderzoek. Ik ga op onderzoek bij de village of er niks aan de hand is daar. Ja, ga jij kijken. Mijn laatste keer werd de village aangevallen. Ja, maar dat zou nu weg zijn. Toch? Nee, het is niet weg. Nee. We moeten echt op onderzoek uit, toch? Mm-hmm. Wie dit gedaan heeft. Ik ben boos op diegene die dit gedaan heeft.
Jij ook? Eigenlijk hadden we zojuist 3 kippen. Nee, we hadden niet 3 kippen, dat weet ik zeker. Ja, zoals wij hebben we niet, als we niet 3 kippen, maar het is echt niet leuk dat er boeven zijn gekomen. Nee, al mijn spullen zijn gestolen. Ja. Dat wij daar helemaal niet waren. Had je al jouw spullen in de kist gedaan? Nee. Oh. Dan zouden echt dingen gestolen zijn. Dat zou niet leuk zijn. Ik vind het echt niet leuk, nee. Nee. Je wil maar ook een huis van steen maken, is het moeilijke. Ja, maar ja, we hebben... Maar is het moeilijk om in te breken? We zijn pas op het begin. Auw! Ik word geslagen, niet door een zombie, hoor. Tegen damage, maar iemand sloeg me. Oh, ja. Omdat ik zo goede armen heb, voelde ik het niet, maar iemand sloeg me echt. Iemand sloeg je? Waarom? Weet ik veel. Een dief is onzichtbaar. De dief is onzichtbaar. Dat kan in Minecraft hoor. Er zijn potions van Minecraft. Zijn potions. Oké. Wat gaan we doen? Weet ik niet. Hoe werkt dat? Om nog meer... tuin te maken. Nog meer? Ja. Dat is moeilijk hoor. Kunnen we die planten al opeten? We kunnen het hakken. En dan? Wat krijg je? Dan krijg je iets. En dan krijg je hooi. En met het hooi kan je iets maken. Goed hè? Ja, dat is goed hè. Gelukkig heb ik niet die witte controle, want die is irritant. Witte controle irritant? Die is stuk. Schoffel kan je maken, dan denk ik dat je dan tuin... Dan gaan we even tuin maken. Is die witte controle stuk? Ja, maar je kan er nog jou mee gamen. Oh, gelukkig. Dat is niet van jou. Want heb je veel zaadjes of niet? Of valt het wel mee? Werkt dit ik heb best veel zaadjes. Dit is toch goed, die kan je... Ja, dat is genoeg. Nee, je moet er heel veel hebben. Heel veel tuin. Heb ik genoeg? En mijn paap, ik heb echt niet heel, heel, heel veel. Maar dan gaan we toch zaadjes halen? We moeten boerderij hebben, altijd een hele grote stuk grond. Weet ik. Maken we dat zo meteen? Huh? Maken we het zo meteen iets anders? Dan maken we iets meer grond hier nog erbij. Pap, alle bomen zijn bijna weggehaakt, hè? Wil jij de zaadjes planten? Welke zaadjes, ja. Maar ik heb jou nog meer zaadjes nodig, hoor. Ik heb er pas 0. Gaan we even dirt kijken of we nog dirt hebben in de... Ons huis? De kist? Dat weet ik niet meer zo goed. In de kist. Ik weet het ook niet. Meestal krijg je heel snel een... We hebben niet heel veel, dus ik ga over een nieuwe. Meestal krijg je heel snel... zaadjes. Maar nou niet. Het is al bijna donker. Ik denk dat we zo moeten gaan slaan. Ja, dat zou ik jou doen. Maar het gaat heel snel, Minecraft, dat het donker wordt. Ja, er komen wel zombies. Laten we maar gaan slapen. Kom. Echt? Ik zie geen zombies. Ja, ik wel. Ik zie geen zombies. Ik wel, achter je. Oh. Kom maar. Oh ja, ik zag net ook een zombie. Ik heb nog één zaadje nodig. Ik ga vast slapen. Pap, je had de deur opengelaten. Ja, speciaal voor jou. Doei doei, lekker slapen. Doei, doei. Lekker slapen. Ik heb de deur op ochtend ook open gelaten. Ja, we gaan maar slapen. Doei doei. Ja. Welterusten. Oh nee, we zijn alweer wakker. Ja. Goedemorgen. Ik ga de zaadjes even. Waarom? Hoezo heb jij zoveel gedaan? Tuurlijk, dan moeten we toch een hele grote tuin hebben. Ah, maar zo groot hoeft die te niet zijn. Wel. Zo groot. Een beetje, dan kan ik iets meer land maken daar.
Iets meer? Ja, is weg, joh, zombie. Ik heb ook een zombie, een waterzombie. Die iets in zijn handen vasthoudt. Ja, maar denk je dat die inbrekers er nog zijn? Ik denk dat ze nu in de village aan het inbreken zijn. Hallo, meneer Vink. Waren de inbrekers hier net? Huh? Wat zeg je? Nee, ik zei tegen meneer Vink, dat we hadden net inbrekers. Wie is meneer Vink? Wie is dat? Ja, dat weet ik wel, maar dat weet jij niet. Oh, jij maakt maar een grapje. Nee, ik maak geen grapje. Als we hekjes maken, kunnen we een hekje op onze tuin zetten. Ja, zodat ze niet meer zo goed kunnen inbreken, boeven. Nou ja, dat niet, ik bedoelde meer. Oh. Ik dacht dat ze niet meer zo goed aan konden inbreken, dacht ik. Want ze zijn echt, ik denk dat er al 10 boeven zijn ingebroken. Denk ik. Ja, ik denk het ook wel. Heb je alle vooral zaadjes gedaan al of niet? Tenminste, ik heb wat meer zaadjes geplant. Iets meer land bij maken. Maar ik ben nu nog meer zaadjes aan het zoeken. Ja, ik hoop dat ik genoeg heb voor nu even. Maak gewoon land bij elke keer, hè? Ja, maar niet meer. Nee, geen groenteland, maar gewoon, oh, iets te ver. Niet meer extra groente, hoor. Nee, dit is genoeg. Ja, dat gaat genoeg. Eén rijg, dan... Volgens mij heb ik nog niet genoeg voor heel dit groenteland. Wat voor groentes komen daar eigenlijk? Heel veel hooi. Wat kunnen we daarmee? En pompoenen. Met hooi kan je brood maken. We hebben nu genoeg hooi om één broodje te maken. Genoeg? Nee. De kip heeft er weer een ei gelegd, de kippen. Nou, maar die eieren kunnen we ook eten, toch? Nee, volgens mij niet. Nee. Maar die eieren... Nee, maar die eieren kunnen we jou op dingen gooien, op mensen. Black Knight. Wat? Jij was tegen niemand aan het kwaad, jij. Ja, ik was de inbrekers aan het zoeken. Wauw. We hebben echt meer eten nodig, kap. Ja, jij, we gingen eten maken. Ik was nu nog eventjes snel aarde aan de dirt aan het zoeken. En dan kunnen we het eilandje ietsjes groter maken. En dan kunnen we een hekje rond de tuin zetten. Helemaal. Maar kunnen we niet met... hoe heet dat? De eieren kunnen we niet eten dan ofzo? Nee, kan echt niet. Weet ik niet. Je kan ze jou in de oven stoppen, maar dan gebeurt er toch niks. We kunnen niet eten, die eieren. Ja, we kunnen je weer in de oven stoppen, maar dan gebeurt er toch niks. Oké. Nou, maar wat kan je met die eieren doen dan? Ik heb geen idee. Op mensen gooien. Ja, dag. Op die boeven gooien, dan kunnen ze niks meer zien. Ja, maar kan ze niet eten dan? Nee, dat kan niet. Maar we kunnen ze op de boeven gooien, dan kunnen ze niks zien. Oké, gaan we even een hekje maken hier? Ja, ik ga om ons huis een hek maken, zodat de boeven niet... Dat kan ook, ja. Maar dan moeten we eigenlijk om het hele boerderijterrein een hek maken. Ja. Maar de boeven zijn nu bij de village aan het inbreken. Ja, in één keer waren al mijn spullen weg. Ja. En was ook een gat in de muur, toch? Een gat in de muur, zeker. Oh, dit was niet dat zo slim. Dat was ook niet leuk. Wat doe jij, pap? Nou, ik was bezig met een hek. Hoor dit.
Ja, maar dat moest even. Eigenlijk moest dit nog één. Oh nee, hè? Ja, dit moest één groter. Ja, we hebben nu veel zwaardjes. Zo doe ik het wel. We hebben nu van genoeg zwaardjes. Kijk hoe groot onze platform is. Voor onze zaadjes. Kijk hoe groot. Groot is het, hè? En we hebben ook pompoenen. Ja, pompoenen kunnen we wel eten, of niet? Nee. Nee? Die kunnen we op onze hoofd zetten. Op je hoofd zetten? Ja, dan vallen daar endermens ons niet aan. De endermens? Ja. We hebben hier een ingang gemaakt. Waar zo? Hier zo. Even zo meteen kijken. Ja, kijk op. Nog één hekje, dan hebben we een mooi ingangetje. We hebben bijna geen we hebben bijna geen Eigenlijk ga ik nog meer. Oh, dat was verkeerd. Oké, okay, ja. Nog steeds. Niet zo goed in Minecraft. Nou. Wil je nog meer zaadjes planten? Goed zo. Ja, nou heb ik niet meer zaadjes. Ja, dan moeten we even nog zaadjes. Want we willen, eigenlijk wil ik nog één rij hebben. Nog één rij? Ja, zo. Doen we voorlopig even zo. Ik heb zelf ook nog drie zaadjes. 1, 2, 3. Zo. Waarom kan dat niet? Zo. Nou, ik ga nog meer zaadjes halen. Ja, ga jij zaadjes? Dan ga ik even zo'n pompoen. Hoe haal je zo'n pompoen weg? Dat zou ik nog niet doen, want dat is nog niet klaar. Dat is nog steeds niet klaar, maar die dingen staan er echt al heel lang. Ja, het moet nog een paar minuten groeien. Een paar minuten? Ja. Nog 10. 10 minuten? Ja. Zo, is dit nou mooi? Maar je kan de pompoenen niet eten, hè? Nee, kan je de pompoenen niet eten? Wat kan je dan echt alleen maar op je hoofd zetten? Ja, dan kan je echt bijna niks zien. Maar mijn spulletjes waren echt gepikt. Want ik heb ook, ja. Ik had eerst nog bordjes. Wat zei je? We gaan nog even een bordje maken, want we hebben wel een boerderij. Dan moeten we wel naam of bordjes neerzetten. Als het goed is. Oh. Wat heb ik nou weer gedaan? Dan hierin. Ik heb bordjes gevonden, botten. Nee, botten niet. Ik had. Zie je, er zijn echt spullen gepikt. Papa, we hadden nog heel veel zaadjes in de kist. Echt? Ja. Dus we hebben voor niks al die moeite gedaan. Oh. Maar waarom zijn er. Hè? Ik snap het niet. Er zijn echt spullen gepikt door die inbrekers. Ja. Iets fijn, hè? Nou, ik vind dat niet fijn. Maar ik ben in ieder geval nog wat groter de farm aan het maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik vind het niet fijn dat er spullen gepikt zijn door die inbrekers. Ik ook niet. Ik vind er niks fijn dat dit erin gebeurt. Ja, zijn er nu alweer zombies? Hoe kan dat? Nee, dat zijn waterzombies. Die kunnen tegen licht. Oh. Nou, en tegen mijn zwaard? Tegen mijn zwaard kan die niet. Huh? Nee. Ik vind jullie gevaarlijk. Ga gewoon weg. Hup. Ja, dat Opa. Zou kunnen. Oh ja. Nou, we hebben al een tuin. Wat hebben we? Kan je nog? Waar ben jij trouwens? Ik was heel even in het huisje. Heb je nog? Moeten we nog andere dieren gaan voeren? Natuurlijk. Ja, we hebben ook nog andere dieren nodig, klopt. Want jij hebt zo'n touw, toch? Of is dat dit? Huh? Jij hebt zo'n touw. Ja, klopt. Kijk, heb ik al steeds een zwaard, of niet? Het wordt nu al donker, hoor! Is het nu al weer donker? Flip. Ja, zo snel gaat het in Minecraft. Snel, hè? Het gaat heel snel in Minecraft. Waar ben je? Kunnen we ook nog
Ik zag, kunnen we even kijken, wat was het? Oh, ah, zo'n vos. Zullen we zo'n vos hier aanpakken? Ja, hier staat een vos. Kan je laat dat doen? Laat hem gewoon, ja. Ja, maar we moeten toch nog meer dieren hebben, of niet? Ja, hij komt naar je toe, maar je kan ze wegjagen. Ja, dat, nee, moeten we, nee, laten we maar gaan slapen. Het is al bijna donker. Nee, ik ga je pakken. Ja, dan ga ik wel met je mee. Oké. Dan ben jij mijn bescherming, want ik heb geen zwaas. Oh jee. Oh, maar koetje. Kom maar, anders. Oh nee, koe hebben we al. Ja, maar ik ga ook even deze koeien killen. Nee, wat doe je nou? Eten. Ik heb echt geen eten, daarom kill ik deze koeien even. Pap, kom, zitten daar zombies. Oh, bossen kan je niet aan een lintje halen. Kan dat niet? Oh. Nee. Ja, nu niet meer, nee. Nou, laten we maar gaan slapen, want anders komen de zombies en jij hebt geen zwaard. Ja, jawel. Maar ik kan niet redden, want ik heb bijna geen eten. Jij hebt genoeg eten. Ik heb helemaal geen eten. Au! Oh, is een creeper. Oh, nee. Ze komen al. Let's go! Snel naar binnen. Rennen. Snel naar binnen. Doe de deur dicht. Nee, niet dat de deur dicht. Doe de deur dicht. Lekker slapen. Slaap lekker. Slaap lekker. Ik heb een zwaard in mijn handen trouwens. Doei doei. Oh, we zijn er weer. Goedemorgen. Je ging er doorheen. Nee hoor. Jij ging me weer pranken. Wat staat hier nog een skeleton? Ik ben bijna kapot. Hey, ik ben gemaakt. Oh, waar heb ik die paard? Waf en Moos. Hoe gaat het met Waf en Moos? Gelukkig goed. Ja? Oh, ja, ik zie ze allebei. Pap, we hebben een pijl op ons huis. Bij die skeleton. Pijl? Zo. Ja, zie je. Kijk. Zo. Ze zet een skeleton. Waarom gaat hij niet kapot aan, die skeletons? Ja, gewoon. Oh, nee. Ik heb geen eten. Heb jij eten toevallig? Nee. Kunnen die pompoenen eten? Nee, dat kan niet. Zeg ik ga het proberen. Nee, doe het niet. Ik ben eigenwijs. Ah, ik ben bijna de coach, yo. Dan ga je pompoenen eten. Nee, je hebt gelijk. Wat moeten we nou met pompoenen? Gewoon op ons hoofd zetten. Er zit nog steeds een skeleton. Nou. Ja, jij bent heel sterk. Maak hem maar kapot. Ja, maak ik hem kapot? Hoezo ik? Oh ja, omdat ik hem in één klap dood heb. Hebben we al geen eten meer? Helemaal niks. Nee, nog eentje. Maar die ga ik bewaren voor mijn honden. Honden? Ja, dan geef je je vader niet, maar die honden wel. Ja, toch komt omdat die honden schattig zijn. Ik wil dat die doodgaan. Ik ga wel eventjes besjes zoeken. Want die honden, die kunnen niet meer leven, hè, Sam? Auw, ik ben gewaakt, auw. Ik ga wel even besjes zoeken dan. Oké, is goed. Ik zie niks hier. Al die lage bomen. Zijn alle besjes ook weg of zo? Die heb ik denk ik allemaal weggehaald. Hebben die inbrekers dat gedaan? Ja, ik denk het ja. Maar ik denk dat er echt inbrekers zijn geweest. Nou, dan, oh, het was in het water. De inbrekers hebben ook nog een val gemaakt. Echt? Ja, in het ijs. En dan kan ik niet meer uit het water. Ah, ik ben kapot gegaan door een wolf. In het huisje die jij gemaakt hebt? Nee. Heel ver weg, tenminste. Pap! Ja? Ik zet die vast! Wat ben je aan het doen? Ik zet die vast! Kom. Ja. Wat ben je aan het doen? Je kan het gewoon uit. Ja. Heel? Sla je mij dan? Auw! Moet ik jou in het ijs gooien? Ben jij ging mij slaan? Nee,
Doei. Doei. Draag mijn achteraan maar, pap. Ja, ik ga mijn spullen ophalen, die liggen hier ergens. Pap. Hé, hey, besjes. Voor mij. Oh, jij bent best wel afgepakt, joh. Ik had geen eten, hè, pap. Ik ook niet. Ik heb geen... Ben jij bijna dood? Nee. Hoeveel hartjes heb jij nog? Ja, 2 eraf. Niet doen, niet doen. Dat vind ik niet leuk. Oké. Okay. Hoeveel hartjes heb je nu? Ja, nu nog maar 1 oplichter. Oei, oei, oei. Je mist je bel, denk ik. Ja. Ik mis alles nog. Pap, hier zit je bel. Ja, mijn zwaard. Je haksbel. Je haksbel. Waar dan? Je zwaard. Ja, hier. Pap. Ik heb het. Je haksbel. Al door deze wolf, hè, Tomat. Ik heb de wolf doodgemaakt. Die jou ging aanvallen. Oké. Okay. Oh, nee, mij eten, mij eten. Ik heb je geholpen met dit zwaard. Nog een wolf, weg daar. Kan je die wolf niet vangen voor in de kinderboerderij? Nee. Wat is dat voor beest? Wat voor beest? Die koe, waarom heb je dat touwtje bij, of niet? Hier lag nog een wolf. Waar? Ja, hebben we een ijsbeer? Tenminste. Ja, vang hem. Ja, ik heb hem! Goed zo, neem we die mee. Ja. Maar de ijsbeer wil mij doodmaken. Hé! Hey. Hallo! Neem hem mee, kan dat? Ja, ik neem hem mee! We moeten even snel een hockey bouwen. De ijsbeer wil mij doodmaken, pap. Willen we snel een hockey maken? Ik ga snel terug een hok maken, ja? We doen hem als eerste in ons huis. Ja, doe maar in ons huis. Ja, dat is goed. Dan gaan we wel een groot hok maken voor de ijsbeer, hoor. Ja. Niet naast de koe? Nee. Ja, wel een beetje naast de koe. We gaan hem hier, dan kan hij lekker bij het water. Ja. Maar ik neem de ijsbeer die van als eerst mee in ons huis. Mijn ja, komen de ijsbeer. Maar kan die aanvallen in het huis? Nee. Alleen als je hem slaat. Dus niet aan slaan. Ik moet heel even de deur stuk maken, hoor. Nee. Alleen de deur. Nee, anders kan de ijsbeer. De ijsbeer is. De ijsbeer kan niet naar binnen, oké. Okay. Nee, ijsbeer is dik. Hey, ijsbeer, kom dan! Ijsbeer! Auw! Ik heb hem geslagen. En nou gaat de ijsbeer makkelijker achter je aan. Nee, hij moet niet achter me aan. Ja, is aan mij. Hé, ijsbeer, kom! Ijsbeer, pap, maak me aan hok. Ja, maar dan moet ik even naar binnen. Nee, niet. Ja, sorry. Kom maar naar binnen, kom. Ijsbeer, kom. De ijsbeer kan echt niet lopen, joh. De ijsbeer wil me doden. De ijsbeer wil me... Auw! De ijsbeer heeft me gedaan, pap. Hé. Hey. Nee, die werd je haakbal. Kijk, ga eens... Sla eens de ijsbeer. Nee, ga niet de ijsbeer slaan. De ijsbeer weet mij... Auw, ik heb nog maar 1 hartje. Ik heb nog 1 hartje. Ga gewoon de ijsbeer in de hek zetten, toch? Ja, doe dat maar. Als ik bijna dood ben. We hebben geen eten, hoezo? Ik ben bijna dood. En dan hoor ik even de ijsbeer kill. Nee, natuurlijk niet. Oké. Ik moet weg. De ijsbeer maar. Ik hak heel even dit weg. Nee, we gaan niet naar huis lopen. Ja, maar dan maak ik het weer, want de ijsbeer zit er. Oké, als jij denkt dat het moet. Nee, pap, ik ben dood. Niet door de gat. Nee, mijn oude spullen.
spullen. Nee. Oh, waarom ben je gewoon niet die ijsbeer aan het pakken dan? Ja, de ijsbeer loopt weg. Ja, pak hem dan. Ik vind het niet leuk dat je een beetje aan het klooien bent. Kom op. Maar ik ben dood gegaan. Ja, dat doe je ook. Waarom? Dat hoeft toch niet? Dat hoeft niet. Niet toch een hok maken voor de ijsbeer? Ja, pap, als je nog wat glas nodig hebt, dan heb ik glas voor je. Als je... Pap, hier als je nog wat glas nodig hebt. Ja, kom maar met de ijsbeer. Ja, kom maar met de ijsbeer, oké. Ijsbeertje. Ik ga gewoon zelf een hok maken. Waar is het lintje? Waar is het lint? Oh, hier. Pak die ijsbeer en stop hem in zijn hokje. Dan doe ik daarna het hokje dicht. Oké, waar is het ijsbeer? Ijsbeer. Maar waar is de ijsbeer echt? De ijsbeer is daarachter. Daarachter. Achter het huis zag ik. Wat doet hij daar? Waarom heb je... Ja, ik ben dood gegaan. Oh, daar. Kom maar, ijsbeer. Meekomen. Ik doe nu... Oh ja, heel schiet, het wordt donker. Ja, ik kom met de ijsbeer. Pap, doe het hekje binnen. 3. Doe het hekje. Nog niet plaatsen hoor. Nu nog ook, nog niet. Doe het hekje snel. Want het heel snel. Sorry hoor. Waar ben je? Oh, ja. Nee, wat doe je? Dat was niet zo goed. Kom eruit. Ga wat doe je? Wat doe jij, pap? Zo, we hebben een ijsbeer. Yeah. Pap, je hebt een blok weggehaald. Tenminste. Hier, ijsbeer, jij krijgt nog dirt om te eten. Hier. We gaan weer pap, slapen. Kom. Ja. Dat was een snelle dag, trouwens. Ik heb geen eten. We doen misschien onze. Kijk. Heb ik jou misschien aan het lintje aan me? Nee, twee. Hey. Slaap lekker! Pap, er zijn monsters in de buurt. Nee, ga maar slapen gewoon. Het lukt niet. Oh. Oh ja, het lukt. Ja, lukt het wel. Lukt. Oké, doei. Slaap lekker. Slaap lekker. Ik zag een skeleton, die ga ik even killen. Want ik zag een skeleton. Maar hoe komen we dan aan goed eten? Ja, die moeten we. Dan moeten we dieren killen. Wat? Een zombie heeft een lintje. Wat? Kom maar. Ho, ho, ho. Sorry. Helemaal ploffen kwepen. Oké. Ho. Nou, in ieder geval weer een nieuw beest, een ijsbeer. Oh. Zo, ijsbeer. Oh. Ik heb de ijs. Ik heb in ieder geval nog een beest gekild. Niet de ijsbeer, hoor. Ik ga oefenen met schieten, pap. Ja, schiet nog op de spin. De spin, nee. Waarom zit er over een gat hier? Zeker weer creepers geweest. Ja, ik denk het wel. Ik wil die oefenen te schieten. Hé, hey, waarom is die? Gelukt. Nou, eventjes die gaten. Helemaal? Nee, ik heb geen geld, joh. Ja. Ik ga straks even naar de town, even kijken of we daar eten kunnen halen dan. Nee, nog niet. Dat heeft die meneer allemaal te kopen. Pap, is een beetje... heeft een skeleton misschien. Hij heeft allemaal spullen, maar wat ga je in dat gat doen? Wat? Everybot! Oh. Ik ga even naar de overkant, even naar de town. Town. Pap, ik heb iets gekocht bij de villager.
Ik heb iets gekocht bij de Village. Ja, had jij geld dan? Ja. Dan. Ik had geld, ik ben rijk. We zijn nog steeds bezig hier in de town. Echt? Ja, ik zie nog steeds die balk. Oh. Dat was gek. Ik heb wat gekocht, ik heb mos gekocht, pa. Waarom heb je dat gekocht dan? Hoe kom je aan geld? Gewoon mijnen. Zijn ze echt nog steeds bezig? Ja. What the flip? Oh ja, ik zie het. Hij is nog steeds bezig. Ik ga spullen pakken. Pompoenen, zaad. Ik hoor weer dat gekke geluid. Ja, dat is echt... Sorry. Af. Dat is echt zijn eigen geluid, hè? Ik heb nog steeds geen eten. Oh, pap, hier zijn denk ik oude... Oh, hier zijn... Nee, dit zijn niet mijn spulletjes. Oh, de villagers. Denk het. De villagers kunnen dood. Heb ik al eten? Hé, pap, kom. Kom je nog uit het huis? Ja, ik kom. Oh, dat geluid vind ik zo erg. Creepy. Lekker zwaard. Ligt hier nergens eten? Ja, zo maar niet. En zo, gewoon smaak. Ik zie een heks staan. Ja, deze heb eten, goed zo. Hallo. Brood. Ik ben vergiftigd. Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben met een heks aan het vechten. Ging het toch alleen maar eens... Komt dat geluid weer? Ik ga echt zo. En... Ik ga alleen maar even kijken of ik nog spulletjes kan pakken, dan ben ik weer weg hier. Ja, ik ook. Ik ben dan ook hier weg. Want ik ben echt bijna dood. Een heks? Oh nee, ik wil het wegwijzen. Waar is een heks? Oh, die loopt daar, maar... Ah, wat? Ik heb helemaal niks gedaan aan die heks. Nee, kijk, nog meer brood. Kan je dit makkelijker meenemen, zo. Maar pap? Niet, als je spullen ziet, niet het oppakken. Ja? Nee, ik neem alleen maar de spulletjes mee die ik... In de kistie. In de kistie. Ja. Want ik ben dood gaan door een heks. En daardoor zijn die... Ik wil maar lopen dan. Ik pak jouw spulletjes neer. Oh, nee. Wat is ik hoor weer dat rare geluid. Wat is dit? Oh, ik zie je een, ik zie je een. Oud, Amo die aanhaalt, ouw. Ik ga snel, maar ik ga alles Amo die aanhaalt. Nee, ik ga toch weg hier. Ik ga weer weg, doei. Hoezo ga je weg, pa? Nou, ik wou, omdat ik al... Spullen. Ik kan mijn zwaard niet. Ah, nee, dat meen je niet. Ik wou weggaan. Ben je dood? Ja, dan moet ik even terug. Oh jee, de deur is open. Welke deur? Au. Ga je spullen pakken? Ga je terug naar onze boerderij? Want ja, als we zo gaan slapen, dan gaan we stoppen. Want het is alweer laat voor jou. Als het straks avond wordt, dan gaan we stoppen. Ja, nou, dan gaan we slapen en dan gaan we stoppen. En dit mijn spulletjes? Ga weg, jij. Ik wil mijn spullen terug. Pap, ben je dood? Nee. Ben je dood gegaan? Nee, nog niet, maar... Ja, net wel. Oh, nu weer bij... Nee, dat meen je niet. Ben je weer dood? Ja, ik wil alleen maar mijn spulletjes terug. Ik ben in ieder geval weggezwommen. Waarom zijn al die plunderaars daar dan? Dat weet ik veel. Ik heb nog maar 1,5 haartje. Heb ik nog maar. Dat is echt weinig. Ik kom met je mee, ja? Nou, dat is niet handig. Voor de veiligheid. Huh? En voor de veiligheid. Ik hoef alleen mijn spullen te pakken en dan ben ik weer weg. Pop. Oh. Weg, kom! Pop, kom hier! Ja. Waar zijn mijn spullen? Achterboven! Ik ben er nog ineens en ik ben al kapot. Wat? Zijn dit mijn spullen? Nee, er zijn pompoenen. Waar liggen mijn spullen? Oh nee, daar ga ik weer af, denk ik. Als je spullen toch gewoon weer ziet, nog niet pakken. Ja, nog niet. Dit zijn jouw spullen. Ja, zie je. Waar zijn mijn spullen dan? Want ik ben alweer bijna kapot. Meer aan dat! Oh, hier.
Kunnen die mij spelen? Ah, dat weet je niet. Ben je weer dood? Ja. Ik ging eigenlijk om eten te halen daar. Oké, dan moeten we dus volgende keer niet meer heen. Nee. Dat ga ik ook niet meer doen in ieder geval. Jij spullen terug, maar jij bent toch sterk? Jij hebt allemaal... Dingen, ja. Waarom kun jij ze niet kapot maken dan? Ja, omdat ik probeer ze kapot. Maar weet je wat er iedere keer gebeurt? Ik ga af. Heb ik nou ook dat brood? Want ik had net brood. Wacht, waar is dat brood dan? Heb je een spullenpap? Oké, ik ga hier nog op onderzoek. Nou, waar ik first kwam, heb ik niet. Oh. Ik ga hier nog een beetje op onderzoek uit, hoor. Ik ben in ieder geval super sterk. Ga je hier nog je brood zoeken? Ja, ik had net juist speciaal brood gehaald, daarom ging ik hierheen. Ga je eten zoeken nu? Ik blijf bij jou, dan blijf ik. Oh, hier zo liggen mijn brood. Hoe zit het? Ja, ik heb het, we gaan terug. Nee, ik niet. Jawel, want het wordt ook al bijna donker. Bijna, in het echt. Ja, nee. Hier in Minecraft, in het echt is het al bijna donker. In het echt. Hoezo ben ik nu opeens giftig? Ik kom ook naar het huis. We gaan nog even doei zeggen, pap. Ja, we gaan eerst nog slapen. Ah, ik ga snel weg. Zwemmen. Oh. Pap, je kan zijn dat je iets rood ziet, dan ben ik het. Ik ben bijna dood. Ah. Ja, mooie roos. Wat hoor ik allemaal naast hem? Nou nee, kijk, ik ben vergiftigd. Dacht je wat hoor? Ik denk, wat hoor ik nou? Waarom zit er overal gaat hier? Ja, door creepers! Oh, waarom is er ook water? Ja, echt. Wacht, ik ga heel even wat kopen bij dus. Ja, maar je hebt toch geen geld? Hoe kom je aan geld dan? Gewoon naar de village gehaald. Ja, maar hoe kom je aan geld? Bij de village gehaald! Oh, bij de village gehaald. Ja, weet je wat je wel? En de iron heb ik bij de mijn gehaald. Iron. En ik ben nu al bijna dood. Wil je een douche zeggen, pap? Ja, ze. Niet doen, niet doen, niet doen. Pap, weet je waar ik ben? Pap, als je mij één keer slaat, hè? Hé, hey, pap. Niet doen. Als je me één keer slaat, ben ik dood. Zet hem maar op een schild vast. Gaan slapen. Oké. Okay. Dan ga ik boeien zeggen. Wat? Slaap lekker, doei doei. Slaap lekker, doei doei. Wat rusten. Oh nee, we zijn weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we gaan de volgende keer weer verder met onze Minecraft. Weet je wat is waar? We gaan volgende keer weer verder. Zullen we even vechten, heel even? Nee, we gaan niet even vechten. Bedankt. Maar ik ben in één klap dood. Bedankt voor het klap. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En als het leuk is, volgen. Dat wordt gewaardeerd. Ja.